Deze kinderen zijn perfectionistisch, zijn intens gevoelig voor de emoties van anderen. Ze voelen ook dingen haarscherp aan. En dat maakt het dat het zo ingewikkeld voor ze is om in het leven te staan en binnen het reguliere basisonderwijs hun hoofd boven water te houden. Dat betekent voor een kind dat hij zich veilig voelt. En als een kind zich veilig voelt, geaccepteerd en begrepen, dan is dat de basis om verder te kunnen groeien. En onze jongste had de afgelopen vakantie na 2 dagen dat hij aan het huilen was. Mama, ik wil naar school. Ik mis mijn vriendjes en ik mis juf. Iets wat we niet voor mogelijk hadden gehouden, maar waar we zo ontzettend blij om zijn. Dat ze hier op hun niveau worden aangesproken en echt vriendjes hebben. Ze vinden het geweldig hier. Deze school is het leuk, omdat je dan beter elkaar begrijpt. Want als je dan bij die school zit en je bent anders dan die andere kinderen, dan is het niet zo leuk. Ik vind het ook wel fijn dat iedereen je eigenlijk wel begrijpt, vooral de juffen. Mijn vorige school begrepen mijn juffen me nooit. Dat bijvoorbeeld als je een papier hebt en tekent er niks op. Nou is hetzelfde als bij de oerknal. Wat was er dan toen er niks was in de hemel? Het feit dat de kinderen begrip vinden bij elkaar, ontdekken dat ze meteen begrepen worden door klasgenoten. Dat heel veel doet. En als je daar dan nog een leerkracht naast zet die ziet wat er aan de hand is. Dat ook wil zien. En die dat ook wil begrijpen. Dan ben je denk ik een heel eind. Dat doet met kinderen dat ze eerst niet graag naar school gingen. En dat je nu elke dag hoort dat ze zin hebben om naar school te gaan. En dat ze in de kring komen. En dat ze eigenlijk al langs de koffietafel blij langslopen van, ik ben er weer. Zie je mij wel? Ik ben er weer en ik ben blij. Ja, dat doet het met kinderen. Ja, daar worden wij natuurlijk ook heel erg blij van. Ik word zelfs een beetje emotioneel van. Maar dat is ook zo. Dat doet zo goed